De staatsoliemaatschappij is een van de weinige Surinaamse bedrijven die op dit moment heel goed draait. Dit zei directeur Anand Jageser gisteren in het actualiteitenprogramma Questions and Answers. Jageser verwacht dat het bedrijf ook dit jaar winst zal boeken vanwege een verhoogde productie. Nou, dus de winst die we maken. Vorig jaar hebben we 132 miljoen aan de overheid afgedragen. Dit jaar schatten we dat het 214 miljoen wordt. Ik moet wel zeggen dat het groot deel komt door de prijsstijging. Mm-hmm. Maar het komt natuurlijk ook doordat we de productie ophouden. Mm-hmm. Olieproductie declined continu. We moeten dus continu bronnen bijboren om die productie op peil te houden. Onze raffinaderij heeft dit jaar erg goed gedraaid. Dus ja, we leveren goede bijdrage aan de overheid. Jageser zegt dat het bedrijf veel aandacht zal besteden aan sociale projecten ten behoeve van jongeren en gepensioneerden. Deze groepen verdienen meer aandacht van de overheid. Een samenwerking tussen Guyana en Suriname ziet de directeur als een van de goede vooruitzichten van het bedrijf. Nee. Dus altijd moet je samenwerken. Ik denk dat we altijd dat moeten doen. Guyana heeft wat voordelen. Ze hebben al oliebronnen, ze hebben al productie. Mm-hmm. En wij hebben kennis, denk ik, meer dan hun. Ze hebben geen staatsolie. Dus samenwerken, daar sta ik volledig achter. Staatsolie zal ook veel investeren in het district Saramaka, waar het productieproces van de maatschappij is begonnen. Jageser zegt dat Suriname gebruik moet maken van haar grote ervaring bij een mogelijke samenwerking met Guyana op het gebied van oliewinning.